Want je wou gewoon geen kredietleningen. Het is vandaag de 9e zondag na Pinksteren. Morgen de Ignatius van Loyola. Dinsdag de 1e augustus. Door de week met de gedachten van de heilige Maccabee en Martelaars. Op sommige plaatsen Sint-Peters Banden en de heilige Petrus Julianus Eymar Beleider. Je kunt ook de aflaat verdienen, Portion Cola. Dus je moet daarvoor nakijken, missaals die je uitleg geven en pedeboeken van voor het concilie. Want Paulus VI heeft dus na zijn ketterij, dus als antipaus, de reglementering van de aflaten veranderd. En onder andere de broederschap Pius X volgt dat. Dus dat is ongeldig. Dus de regeling van alle aflaten moet u zien dat dat is van voor het concilie. Dus voor 65. Woensdag, de heer Alfonsus Maria de Ligori, bisschop en kerkleraar. Donderdag door de week. Vrijdag, eerste dag van de maand, heilige Dominicus, beleider. Zaterdag, eerste zaterdag van de maand. Normaal is het toewijding van Onze Lieve Vrouw te Sneeuw in Rome. Maar vermits die basiliek nu in handen is van Ketters Apostaten, kunnen we waarschijnlijk deze liturgie niet meer doen, omdat de teksten spreken, zoals ik met de andere ter gelegenheid van andere basilieken en kerken heb gezegd. De teksten spreken in de tegenwoordige tijd dat de mensen nu daar het geloof vinden en versterkt worden en God ontmoeten. En dat is niet het geval. Dus men mag niet liegen in liturgie. Dus die mis kan niet meer opgedragen worden zoals men ook de mis niet meer opdraagt van de Hagia Sophia in Constantinopel. Die een moskee geworden is. Dus die toewijding van die kathedraal wordt ook niet meer gedaan, omdat het een moskee geworden is. Spijtig, dus we wachten dan af dat de tijden gaan beteren. Komende zondag, de 10e zondag na Pinksteren, maar de teksten van de mis van de zondag moeten wijken voor het feest van de 6 augustus. Van de gedaanteverandering van ons lieve Heer op de berg Tabor. Dus ik vraag een gebed voor voor de retraite die we proberen te predigen. En ook het gebed van Eerstel. Er is in België door het instituut Mater de Bonconcilie een ceremonie gehouden van communio in sacris. Dat wil zeggen dat de twee liturgieën vermengd zijn geweest, de katholieke ritus en de schismatieke ritus. Oosterse ritus. Dus Mater Bonconcilie heeft eerst de mis gedaan van een van de zoon van een van de gelovigen. Met de aanwezigheid van een stoffelijk overschot. Daarna werd het stoffelijk overschot naar de andere plaats gedragen. Daar hebben de schismatieke Oosterlingen de begrafenis gedaan. Dus het is verboden door het kerkelijk recht, dus van de ritussen, te vermengen. Dus een katholieke en een niet-katholieke, en trouwens, we mogen geen contact hebben met niet-katholieken, dan alleen om ze te bekeren. Dus het is weer een zoveelste valse ecumene. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen. Lieve gelovigen, het is een evangelie, een dramatisch evangelie. We zien Jezus wenen.
Jezus heeft geweend als mens, als God kan hij niet wenen, want hij is het geluk, maar in zijn menselijke natuur kan de goddelijke persoon wenen, dus God heeft wel geweend. Je weet in die zin dat die mens die daar weent, is God, is de goddelijke persoon. Heeft geweend. Wenen is een uitdrukking van droefheid. En droefheid is een passie die ontstaat wanneer men geconfronteerd wordt met een situatie, een slechte situatie, waar men geen uitkomst voor heeft. En de uitkomst die God hier niet heeft, is de vrije wil van de mens die misbruikt wordt. Hij heeft alles gedaan om zijn uitverkoren volk naar de hemel te leiden. Niemand kan het beter dan God zelf. Gedurende eeuwenlang voorbereid en 3 jaar intensief door God zelf in persoon. En toch nog, zoals hij zelf zegt, hebben ze de tijd van het bezoek niet gekend. Welk bezoek? Het bezoek van de genade. De genade heeft dan op buitengewone wijze bezocht en ze hebben het niet aangenomen. En Jezus weent over de straf die gaat komen in Jeruzalem. Jeruzalem natuurlijk is een stad, maar die stad symboliseert het ganse uitverkoren volk. Dus hij weent niet over die stenen. Over die stenen. Het gaat niet om dat die verwoest worden natuurlijk. Dat is spijtig dat zo'n prachtige gebouwen zoals de tempel van Jeruzalem wordt verwoest. Maar daar weent hij eigenlijk niet over. Hij weent over de zielen. Het gaat om de zielen, over het uitverkoren volk. Jeruzalem vertegenwoordigt, is de hoofdstad, de natie, het volk, het land, het volk, de volkeren, de verschillende stammen die erin wonen, van het uitverkoren volk, uitverkoren, de lieveling van God die weigert. Onbegrijpelijk. Men kan de slechte wil niet uitleggen, er is geen uitleg voor. Want hij is vrij, dus er zit geen oorzakelijkheid achter. En de geschiedschrijver Flavius Josephus, die geen christen is, dus hij kan niet verdacht worden van overdrijving, die beschrijft dat als een van de afschuwelijkste situaties die ooit over de mensheid zijn gekomen. Van lijden tijdens deze bezetting, de belegering en dan de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinse legioenen in het jaar 70. Maar het gaat niet om de stenen, het gaat om de zielen. En zo gaat het ook met vervolg van het evangelie. Ik weet dat, Jezus heeft dat 2 keer gedaan en komt ieder jaar terug. En hij heeft voor de 2e keer de kooplieden uit de tempel verjaagd. En ze hebben geen weerstand geboden, terwijl dat ze met meerdere waren. En hij was alleen en zij waren met meerdere. Waarom hebben ze geen weerstand geboden? Wel omdat ze wisten dat hij gelijk had. Ze hadden slecht geweten. En het was een wonder doen, hij wist dat hij mirakel kon doen, ze hadden schrik. Dus ze hebben niet gereageerd, ze zijn afgedropen. Jezus heeft ze met geweld verwijderd. De kooplieden, waarom? Niet omdat ze deden goed ergens. Ze verkochten zaken en dingen en dieren die voor liturgie noodzakelijk waren. Maar ze deden het op een verkeerde manier, met winstbejag, zelfs door te liegen en door te bedriegen. En daarom spreekt Jezus van een roversvol. Je hebt mijn tempel tot een roversvol gemaakt. Er was natuurlijk aan bedrog bij te pas. Dus heeft ze verjaagd met fysiek geweld. Dus dat is de functie van koster. Dat is de eerste wijding van een priester. Lage wijding. De wijding van koster. Die inhoudt dat men buiten de zorg voor de plaatsen, het heiligdom, men ook onwaardige personen moet buiten houden en waardige personen moet aantrekken door bijvoorbeeld de rok te luiden. Als het over katholieke natuurlijk kosterschap gaat. Dus men die verschillende functies. Die functies die worden door de priester niet meer, door de pastoor niet zelf uitgeoefend, omdat het dan te veel wordt. Dus hij delegeert dat. Dus er zijn mensen die de functie van de koster waarnemen, dus die dus de zorg hebben van de netheid, de properheid van de plaatsen en van de liturgische voorwerpen en het onderhouden ervan,
het voorbereiden van liturgie. En de tweede functie van het tegenhouden van de waardige elementen. Ik heb in sommige kapellen zelfs zatten zien komen, mensen die bedronken waren, gedrogeerden, mensen die zelfs zedendelicten deden en mensen die kwamen picknicken in de kerk. Dus dat begrijp ik dat we zoiets niet kunnen toestaan en dat moet ingegrepen worden. Dus het is nodig, zulke functie. Dat werd vroeger bij ons genoemd in België de Swiss, de Zwitserse garde. Want ze waren gekleed zoals Zwitsers, Zwitserse wacht, zoals die dus voor de paus optreedt. De paus heeft zijn leger om ook hem te beschermen tegen vijanden. De pauselijke staat te verdedigen, zelf te verdedigen. Hij is verschillende keren bedreigd geweest in de geschiedenis, door de Hunnen, door de Vikings, door de Islamieten, door de schismatieken. Hij moet zich kunnen verdedigen, de kerk kunnen verdedigen. Dus deze functie is de eerste functie van een priester, maar die wordt meestal gedelegeerd. En Jezus oefent ze ook zelf uit hier. Hij verjaagt de onwaardigen uit de tempel. Maar we moeten dieper kijken, want zoals ik zei, het gaat er niet eigenlijk direct om de tempel. De tempel zelf is een symbool, is een middel. Waar is de tempel een symbool voor? Wel voor de ziel. Hij zegt, de ziel is de tempel. De tempel van de Heilige Geest. En al die stenen, het kan ook in hout zijn, die materiële heilige plaatsen, kerken, de tempels, die zijn daar om de mensen te ontvangen, omdat de ziel zich tot God zou kunnen verheffen en de ziel dus met de hemel contact zou kunnen krijgen, naar de hemel zou kunnen gaan. Dus het gaat hem om de ziel. Dus als Jezus zegt, die ijver heeft voor die tempel, dan moeten we zeker een ijver hebben, heeft hij zeker een ijver voor de zielen. Als we al respect moeten hebben voor een plaats, die, waar God in woont, dan zeker waar God in woont op een buitengewone manier, zoals een ziel in staat van genade. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. In ons lichaam woont de ziel en in de ziel, sinds het doopsel, woont God. En daar moeten we een buitengewone eerbied voor hebben. Want dit evangelie gaat over de eerbied. Het tweede gedeelte tenminste. Het eerste ook voor de eerbied voor Gods wil. Maar het tweede vooral, de eerbied voor Gods heilige plaatsen. Wel, de plaats waar het eigenlijk om gaat, en waar al die tempels voor gebouwd zijn, dat is eigenlijk de ziel. Om de ziel naar God te brengen. De ziel is de tempel waar het eigenlijk om gaat. En wij moeten uit onze tempel de kooplieden verjagen. Dat betekent, het gaat om die kooplieden. Een probleem, een ondeugd was de hebzucht, de geldzucht. Wel, wij moeten uit onze ziel ook de hebzucht verjagen. De hebzucht, staat in de Heilige Schrift, is de wortel van alle kwaad. Een beetje verder staat er, de hoogmoed is de wortel van alle kwaad. Dus er zijn twee hoofdoorzaken van alle zonde. De hebzucht en de hoogmoed. Wel, hier gaat om de hebzucht, de geldzucht, de hebzucht, de gierigheid. En die symboliseert dus alle ondeugd. Want als het de wortel is van alle kwaad, dat betekent het gaat over alle kwaad. Dus wij moeten uit onze ziel verjagen. Verjagen met alle mogelijke macht. We mogen niet toestaan dat in ons heiligdom die passie heerst van de geldzucht. Uit respect voor de ziel die de tempel is van God en uit respect voor God zelf. En dat is eigenlijk waar het om gaat hier bij de gelovigen. Jezus die neemt zorg voor de heiligheid van de tempel, maar die tempel dient om de ziel naar God te brengen. Het gaat hem hier dus dat wij dus die inspanning moeten doen. Dat is de diepere betekenis van Jezus die ijvert, zegt hij. Weet je niet dat er geschreven staat, ik zal ijveren voor de heiligheid van mijn huis, van mijn tempel. Want wij moeten ijveren. Jezus heeft geijverd voor de zielen. Het ging hem om de zielen. Hij is gekomen om de zielen te redden. En als hij de tempel zuivert, dan bedoelt hij dat hij de ziel wil zuiveren. En dat moeten we niet vergeten, dierbare gelovigen. Dat wij een onvermoeibare
voortdurende oorlog moeten voeren tegen al wat onze tempel onwaardig maakt, zodat God erin woont. Dus als we daar ons van bewust zijn dat God in ons woont, als in een tempel, in onze ziel, en als we daar respect moeten voor hebben, dan is de zonde uitgesloten. Dan is het onmogelijk om nog te zondigen. Als we daarvan doordrongen zijn. Als we daarvan doordrongen zijn dat God in ons woont, in een tempel die heiliger is dan die stenen tempels, of die houten tempels, of die marmeren tempels, die materiële tempels, maar dat hij in de spirituele tempel van onze ziel, van ons lichaam, van onze ziel, dat die veel heiliger is, dat wij daar nog meer zorg moeten aan besteden dan aan die materiële tempels. Zelfs in de materiële tempel, in de kerk moet men eerbied hebben. Men komt de kerk binnen, men is goed gekleed, men is ingetogen, men heeft bijwater, men maakt een kruisteken. Bij water herinnert u het doopsel, het kruisteken herinnert u dat alle genade door het kruis komt. U gaat knielen. En als het tabernakel bewoond is, als er dus een heilig sacrament is, dan gaat men eventjes geknield aanbidden. En dan kan men eventueel gaan zitten als men dat nodig acht om weer te kunnen mediteren, of als men ziek of oud is, of een of andere reden, kan men gaan zitten. Maar men moet eerst een tijdje geknield aanbidden. Als we al zo'n respect hebben voor de kerk. Wij durven in een kerk niet zondigen. We zullen nooit geen onkuisheid bedrijven in een kerk. Of zitten liegen of ik weet niet wat. Of zitten te stelen. Dus dat is een... dan des te meer dierbare gelovigen mogen we dat niet toelaten in de tempel van onze ziel. Dus als we dat maar zouden bemediteren, dat onze ziel een veel heiliger tempel is dan die andere, dan de kerken, waar we al eerbiedig moeten zijn, dan zeg ik, ik herhaal het, dan wordt de zonde eigenlijk onmogelijk. Dat wens ik u toe. Dierbare gelovigen, vraag ons, lieve vrouw, van daarvan doordrongen te zijn, van de respect, de eerbied die je moet hebben voor Gods heilige plaatsen, vooral van ons lichaam en onze ziel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.